gaat vandaag gebeuren. Op dit moment word ik mooier gemaakt dan dat ik eigenlijk ben. In de make-up. En daarna gaan we foto's maken. Het is voor iets heel groots. En dat is de ultieme samenwerking tussen mij en Q-Dance. En dat is ons feest wat we in oktober gaan geven in de enige echte Ziggo Dome. Waarom is dit een speciaal evenement voor je? Omdat, als ik heel eerlijk ben, heb ik het gevoel dat ik een paar jaar lang toch wel tegen een soort van plafond heeft aangezeten van ja, wat is er mogelijk binnen de huidige scene. En ik denk dat we dat eigenhandig gaan doorbreken, aan het doorbreken zijn of eigenlijk al doorbroken hebben. Kun je iets vertellen over die sfeer of het thema? Het thema vond ik zelf een hele leuke. We hebben eigenlijk Headhunters in de puurste zin van het woord genomen. En gekeken van ja, waar komt dat woord vandaan? Nou, dat is ergens in de oudheid, weet ik veel hoe je dat noemt. Waren dat daadwerkelijk de scoppersnellers. Wat tegenwoordig een banenzoeker is, was toen echt iemand die dus zielen verzamelde door gewoon kop eraf en keihard gewoon. En dus wij hebben gedacht van goh, laten we dat een nieuwe soort van moderne vertaling geven en kijken hoe we dat op mij toe kunnen passen. En zielen, ik pakken of juist geven, muziek en daar een soort van modern sprookje over verzinnen, zeg maar. Dus ik ben een soort van een moderne headhunter.